Op deze zonnige moederdag is de Nijmeegse afdeling van Partij voor de Dieren op het Stadseiland te vinden. Nadat ze eerst het eiland een flinke opruimbeurt hebben gegeven, wordt er gezamenlijk gewerkt aan een groot spandoek. Daarmee vraagt de partij aandacht voor de moeder der moeders. Dit doek moet moeder aarde verbeelden. En iedereen heeft een lapje meegenomen, zoals bijvoorbeeld hier dit lapje. Natuur staat daarop. En dat zijn termen die wij associëren met moeder aarde. En we vinden dat belangrijk, dat ieder zijn eigen expressie kan geven, zijn eigen uitdrukking aan wat hij belangrijk vindt aan moeder aarde. En dat pinnen we vast op deze wereldbol. En die gaan we dadelijk waarschijnlijk ophangen aan de brug. Om gewoon toch een soort van statement te maken van er wordt heel vaak een moeder vergeten en dat is moeder aarde. En dat is heel erg jammer. Voor mij is moeder aarde eigenlijk het mooiste wat er is. Voor mij is het natuur, het is biodiversiteit, het is een prachtige, kostbare wereld die heel kwetsbaar is, maar die me heel dierbaar is. En waar ik me ook in de politiek voor inzet. En al deze mensen hebben ook een enorme band met moeder aarde en de levende wezens die daarop leven. Dieren, mensen, mensen zijn natuurlijk ook zoogdieren, planten, het is allemaal een prachtig systeem. En wij zijn met z'n allen bezig om dat te vernachelen, zoals ze dat dan noemen. En dat is heel erg jammer. Ik denk dat we er goed aan zouden doen om beter voor moeder aarde te zorgen. En dat willen we eigenlijk hier symbolisch benadrukken met dit doek. Het is geen toeval dat zowel deze actie als het opruimen van zwerfvuil op het Stadseiland wordt gedaan. Dat heeft te maken met dat Veurlent echt een natuurgebied voor een groot deel is. Er ligt daar een Natura 2000 gebied, zoals dat heet. Dat geniet de hoogste bescherming in Europa. En we vinden dat het college en de raad daar vaak nog wat onvoorzichtig mee omgaan. Het wordt bedreigd door recreatie en evenementen. En wij willen gewoon dat de natuur en de dieren die daar leven, dat die beter worden beschermd door ons college. En binnenkort zijn er de Europese verkiezingen. En in dat licht is het heel belangrijk om gewoon groen te stemmen en te zorgen dat Europa ook groene plannen blijft houden. Want die koers dreigt een beetje te verdwijnen in Europa. En wij vinden het heel belangrijk dat die koers groen blijft en dat de natuur beschermd blijft. En Europa heeft daartoe de sleutel in handen. Tot slot is het de hoogste tijd om de gezamenlijke boodschap voor iedereen zichtbaar te maken.